Abo's, goede mensen. En Poppetje. En de haters natuurlijk, vooral de haters. Want met liefde hou ik van haten, zal ik maar zeggen. Oeh, het was weer een droge week. Ik denk even nog een kut filmpje maken voor het YouTube-kanaal. Voor gebeurtenissen, want ik had van de week al filmpjes gemaakt. Op het War Cemetery, daar heb ik 2 uur geweest en zo. Nieuwe kaars aangestoken en weer de bankjes schoongemaakt. Ik kon er weer gewoon chemtrails op schrijven. En het is niet van het stuifmeel, dat is al jaren. Het is magnetisch dus. Maar wat een week weer met gebeurtenissen. En het mooiste is, ik kan het niet delen in verband met privacyredenen van anderen en zo. De mooiste filmpjes kan ik helaas niet delen. Dat is wel jammer eigenlijk. We hadden het vorige filmpje ook met betrekking tot de. Hier de Avia, alles is er weg, de pizzaautomaat, de wasmachine, alles. En nou met die dingen. Ik denk die zal wel viral gaan. Omdat, ja, die haters, die posten dat en noem maar op. En ik denk, ja, dat is fraude normaal. Maar, ik heb het gedaan in het landsbelang. Ik heb ook de advocaat gehad en zo. Ik heb het gedaan in het landsbelang. Maar ik denk dat ze naar Londen is, want ze heeft nog niet terug. Nou, politie belde weer, omdat ik van de afslag had gebeld. Met aangifte en zo tegen de gemeente. Want ze hebben beslag gelegd. Yes, wat ik 4 jaar ben proberen te krijgen, heb ik eindelijk. Nou kunnen we aangifte doen, hebben ze ook gezegd. Maar die bellen met privé-nummer. Dus dat viel me vandaag in. Omdat ik overal met wouten zaken, hier privéwagens. Zelfs in een Mini Cooper toen straks met circus. En, heftig hoor. Ik zag zo'n black, man in black helikopter. Zo'n black hole, Tomahawk, wat is dat? Dat zag ik hier in de lucht een paar dagen geleden. Maar het was weer een bewogen week dus met die vrouw en die vrouw bellen. Ik zeg, luister, me is ingevallen dat ik, dat waarschijnlijk jullie dat zijn met dat privé nummer voor die afspraak, omdat ik ze vaak zag. Voordat ik dat had kunnen uitleggen, zei ze, ja, daar heb je 2 dagen gebeld voor een afspraak. Ik zeg, mevrouw, voordat die mij de reden valt, mag ik het even uitleggen. Leggen ze, was geïrriteerd en als je tegen de gemeente aangeeft te doen en zo. Ja, maar dat is wel allemaal maar, dat is wat Juri ook zegt. Maar er zijn er zoveel bij, die rood deurtje, die is bezig met rechtszaken tegen de overheid, de bond voor welsovertreders. Die Willem Engeland 4 jaar, Juri, noem maar op. Dat hebben ze allemaal bewust gedaan om ons bezig te houden, ik blijf het zeggen. Juri heeft wel gelijk, dat zonder meer. En die overstromen weer in Limburg en daar in Brazilië natuurlijk, om de voedselvoorziening in het geding te krijgen. Dat is wat ze doen zijn. Dus, oh ja, PFAS, oh ja, oh, trouwens nog. Knoops, die gaan nou ook, hè, dingen. De staat is die aan het klagen. Geert-Jan Knoops en zijn vrouw, Clarice, geloof ik. In verband met die PFAS, ja, wat overal in zit, waar ze ons mee het vergiftigen zijn, onder andere ook. En die pleug, die uitpleug, wat maakt die zich belachelijk. Denkt hij dat omdat die rechter zijn nevenfunctie niet heeft opgegeven, dat hij hem de zaak niet mag doen en noem maar op. Ik vecht die gaan vanaf mijn 15e tegen. En hij denkt dat de huidplugger nou is, door zijn eigen fout ook nog eens. En 2 keer de kinderen in de steek gelaten van Team Lisa. 106 kinderen, zoiets. En hij denkt dat het even verandert, omdat hij de zelfbenoemde klokkenluider van justitie is. Huidplug, de oplichter. Maar ja goed, met betrekking tot het circus. Ja, leuk, te gek met Anthony hier. En ik hoop dat Trudy en Lisanne uit Zutphen, dat die ook nog kijken. Nee, die heet helemaal niet Trudy en Lisanne Suffels. Voordat jullie wel wat schrijven. Ze weten wie ik bedoel. En Clemens. Ja, mooi Anthony hier. En, ik had tegen Flo gezegd. 3 dagen geleden. Ja, 3 dagen geleden. Ik zeg, ik had Anthony dus gezien. En ja, leuk natuurlijk. Oude jongens gaan het zegt hij. Mijn vrouw had leren kennen en zo. En zegt hij, ik heb je gelijk 10 vrijkaarten. Wow, Anthony, brauchst du nichts zu tun, weet je. En even gepraat, nou, ik zit toch hier voor op die bank, is mijn vrienden, weet je, eentje had een gitaar en zo. Kwam die erna. En nou, we waren wat meer dan 10 hoor. En want ik heb er hier nog 11 liggen. En allemaal loges. Ik heb er nog 6 volwassenen en 5 kinderen, oké. Maar die zijn voor mijn neefjes en mijn dochter en zo. Ik had hem gevraagd, ik zeg,
kunnen ze, als ik hun die geven, kunnen ze dan ook gewoon daar naar. Ja, natuurlijk, zegt hij. Het schijnt dat ze met de kerst in Maastricht zijn, dan kan mijn nichtje met haar man en de kids daar gaan. Ik ga vrijdag hier met de buurvrouw en een Marokkaanse man en de twee kinderen. Maar er waren meer. Ik heb er nou nog 11, dus en ik heb die twee jongens op de bank, moest ik ook ingeven zo. Ja, die krijg ik terug, want die gaan niet, dus ik zeg teruggeven dan. Ja, zo werkt het. Maar toen zei ik dus tegen Floor, hè. Floor, ik zou vragen of je dat kunt zingen tijdens pauze en optreden en zo. Ja, wat ik zeg, dat doe ik. Dan zeg ik Floor ook, ja, maar hij doet het niet. Moet het niet doen, omdat hij mij zielig vindt. Ik zeg, nou, sterker nog, ik ga dat helemaal niet benoemen. Wat je hebt, ik zeg, dat zeg ik daarna pas. En ik vroeg inderdaad voor Floor, ik zeg, Strijn Zwans, mijn jongste vriendin hier in Holland en zo. Toen zei hij, natuurlijk, mijn vriend, zei hij meteen. En daarna heb ik hem pas verteld dat Floor one of a kind is, natuurlijk. Zoals ik Floor had gezegd. En, ja, dat had ze niet gehoord. Ze dacht dat het bluff was ook. Ze zei, ik bluf eroverheen en zo. Ja, maar ik bluf nooit. Dat zijn niet in mijn bluffen. Ik ben een man van de feiten, van de waarheid. En dat is heel geweldig, maar ook nog zal het moeilijk zijn, omdat ze, ja, met laatst een ziekenhuis een paar keer weer en zo. Maar dat is mooi. En ik denk dat mensen andere intenties hebben gekregen. Want ik heb het gisteren ook op Facebook gezet en had ik geschreven: fuck Ali B, fuck Matthijs van Nieuwekerk, Revolutie. En Chris ook, weet je, allemaal hebben ze het gedaan voor eigen belang. Ik heb helemaal niks uit eigen belang gedaan. Ik heb het gedaan voor dat meisje. En het wordt een leuke dag, hoor ik. En dan had hij me toen straks ook weer een bericht gestuurd. Hij moest, dus na de pauze kan ze een lied zingen, wat ook een beetje betrekking moet hebben op het circus. Misschien zwaar liedje, niet modern zijn en zo. En nou ja, ik heb nog geen bericht teruggekregen vanavond. Want ze wilde Lef van Karin Bloemen zingen, omdat dat ook betrekking heeft, dus om je dromen na te jagen. En dat heeft het circus natuurlijk ook, doen wat je hartje ingeeft. Dat is zo, dus wel een leuke dag vrijdag. En die kut wou het over. Maar dat wou ik ook nog zeggen. Met die verkeerde intenties, omdat, nou ja, ik heb niks gevraagd, maar ik vond het wel graag toen ik om 2:30 daar kom vandaag. En ik denk, ik ga wat stront schoppen. Vorig jaar die oom ook gedaan en zo heb ik meegeholpen. En kamelenstront. En, want die kat gezien, net wat die kostte die kaart. En dat is toch wel een behoorlijk bedrag. Oh ja, zei hij gisteren ook nog, wilde mij een sigaret geven. Ik zeg, nee, rook's niet meer. Zei hij, zeg, ja, maar mijn longen. Zei hij tegen zijn vrouw, hè, had hij mij damals in mijn knast, had hij mij sigaretten gehaald. En dat klopt, want ik kreeg bij inkomst een pakje check en geen sigaret, hij kon niet draaien. Dus heb ik hem een paar peuken elke keer gehaald als ze van binnen gingen, wist ik niet meer. Zoals ik veel verhalen in de baas, dat ze niet meer weten wat ik soms van jongens hoor. Er is zoveel gebeurd in de baas. Maar dat dus, is Floortje. Onze kleine grootjes. En dan hadden we nog app gesprekken en zo. En met de dokters hadden gezegd, zes maanden en de artsen. Dat wil je niet horen. En dat was nog een zwaar. En dan zei ik ook, en ze zei ik heb het gevoel dat ik hier nog niet klaar ben. Ik zeg, je bent hier ook nog niet klaar binnenkort. Er gebeuren misschien een paar dingen in je leven waarvan je denkt van, yes, dit moest ik doen, weet je. Hiervoor, daar valt alles in elkaar. Ja, zeg ik heb het gevoel dat dat nou zo is. Ik zeg, ja, laat je verrassen. Ja, mooi toch. Ja, kut. Allemaal doen ze dat eigen belang. En die revolutie ook doen. Met de Floor, zangeres en activisten. Wat is de meerwaarde om activisten erbij te zetten bij zo'n filmpje? En dan nog dat tuig van Videre. Met Floor zingt voor Ronnie Boy. Oh ja, doe ook trouwens aangifte van, hè. En ook voor dat van Koningshuis, hè. Want ik heb nooit vastgezeten voor bedreiging of wat dan ook het Koningshuis. Maar door jullie staat er wel op Google. Dus dat wordt smart en lastig. Ja, besef dan maar. Wat jullie gedaan hebben, betalen jullie voor. 100%. En ik had dat filmpje gezien van Danny op straat. Met die mafkees en met die dikke zeut, die oma Vaxie. Wat voor zielig, bekrompen leven moet je hebben als je 150 Telegram kanalen naakt. En dan ook natuurlijk de nodige accounts van dingen, de YouTube en dan Facebook en Twitter en zo. Dan heb je toch wel een bekrompen leven. De hele dag andere mensen pijn doen ook nog. Maar ja, dan krijgen ze de straf uiteindelijk voor wat big time. Hier, ik ben drie keer dood geweest. Helemaal, dat laat ik niet zien. Hè.
Ja, dat is op een rare manier gekomen. Ik weet hoe het zit, maar jullie niet. En die echt, die maf. Ik zal de naam niet noemen. Ja, ik weet niet hoeveel mensen aan mij nog moeten vertellen dat de aarde plat is voordat ik het geloof. Wat een idioot, die denken echt nog steeds dat de aarde plat is. Nou, hoe fucking dom ben je dan? Dan ben je nog te stom om een gat in de sneeuw te pissen, echt waar. Dan ben je super dom. Hè? Soms dan denk je dan van, ja, je bent er doorheen, je bent door het nootje heen, door is een borreloontje, je bent door het nootje heen, of je bent door de schil heen, weet je. En dan kom je op de noot, en dan nog niks, weet je. Maar ja, goed, het wordt te lang, ik ga Formule 1 kijken, even buiten mijn fireplay. Dan ga ik nog bij geen bevrijdingsfeest, ik heb er geen zin in, ik kan het niet meer opbrengen. Want ja, we zitten nog in het slavensysteem en ik kan nog naar Den Haag willen, maar ja. Een laf volk, dit volk verdient het. Maar ik blijf vechten, 100%. Doei.